Ik krijg dikwijls de vraag van, kijk Fieke, ik doe eigenlijk alles al om nieuwe klanten aan te trekken. Vertel mij alsjeblieft wat ik nog kan doen. Wel, als jij zo iemand bent die ook met die vraag zit, blijf dan zeker kijken. Oké, als je echt alles doet om nieuwe klanten aan te trekken, zonder dat het iets oplevert, wel, dan denk ik dat je even naar jezelf zou moeten kijken. Ga een keer aan de buitenkant van jouw zaak staan. Val jij op in het straatbeeld? Loop dan even naar binnen en denk er even over na of jij als klant graag in jouw zaak zou vertoeven. Kijk ook een keertje naar jouw website. Zijn jouw teksten tof om te lezen en heb je een leuk aanbod uitgewerkt? En jouw Facebookpagina? Zou jij zelf fan worden van jouw Facebookpagina of niet? Als je ook maar de kleinste aarzeling vertoont op een van deze vragen, dan is het antwoord heel simpel. Je bent saai, boring, je valt niet op. Simpel. Als je denkt dat goed genoeg ook effectief goed genoeg is, dan zal ik je moeten teleurstellen. Je zal echt beter moeten doen. En je zal iets moeten vinden om je te onderscheiden van de rest. Want als je dat niet doet, dan blijf je eigenlijk voor eeuwig onder de radar en zal je niet opvallen bij potentiële nieuwe klanten. Dan kan je dus eigenlijk alles doen qua marketing. Het zal niet opleveren wat het moet opleveren. Jammer. Nu is het aan jou. Kijk even naar jouw zaak en wees gewoon even kritisch. Ben jij saai? Of vind je zelf van niet? Laat het me weten. Voor meer informatie, ga naar vickyvermeijeren.be, schrijf je in voor de nieuwsbrief en dan hou ik je wekelijks op de hoogte met tips en video's. Bedankt alvast voor het kijken en ik zie jou graag terug in de volgende video. Dag!